beide opleidingen, Food, Commerce en Technology, leiden we op tot twee profielen, twee afstudeerrichtingen. Uiteindelijk worden ze opgeleid voor beroepen in de voedingsmiddelenindustrie, dus dat zijn de producerende bedrijven. En de een komt dan op de afdeling marketing en de technoloog bijvoorbeeld, die komt weer op de afdeling kwaliteit of productontwikkeling. De eerste twee jaar zijn best wel breed, dan krijg je marketinglessen en technologische lessen. In het eerste jaar krijg je bijvoorbeeld marketing 4P's en consumentengedrag. En productieprocessen en scheikunde. En verder nog algemene vakken zoals projectmanagement, maar ook literatuuronderzoek doen zit heel stevig in het programma. Studenten die deze opleiding kiezen, die hebben vaak al van jongs af aan interesse in voeding. En dan niet zo per se het kokkerellen of iets gezond is, maar meer het lezen van etiketten. Wat zit er nu in? Wat betekent dat? Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik eigenlijk altijd al geïnteresseerd was in voeding en hoe een product nou precies in elkaar zat. En daarnaast vind ik het heel interessant hoe je nou precies een product in de markt moet zetten. Ik vind bij deze dat je wel goed kan zien welk merk het is bijvoorbeeld, maar je ziet niet wat het product nou eigenlijk inhoudt. Yeah. Het leukste aan deze opleiding vind ik dat deze twee vakgebieden, technologie en marketing, een beetje samenkomen. Omdat er heel wat ontwikkelingen op dit moment zijn in de wereld, zoals duurzaamheid. We zitten te denken aan voedselvervangers, van aardige voeding. En daar denken wij over na in deze opleiding. Op In Holland zelf vind ik het altijd heel gezellig. Er worden af en toe borrels gehouden via de studievereniging. Studiegerelateerd, maar ook gewoon om elkaar beter te leren kennen. Ik raad studiekiezers aan om naar de open dag te komen. En om misschien eens te komen proefstuderen. Want dan kom je erachter hoe deze opleiding precies in elkaar zit. En dat is super interessant.